Zoals ieder jaar komt Sinterklaas in Graven aan met de stoomboot. Samen met hoofdpiet Jeronimo maakt hij zich klaar om de duizenden kindertjes te ontmoeten aan de loswal van Graven. Ja, dit jaar is het geheel anders. Geen aankomst aan de loswal en geen grote drukte. Al die kinderen hier op de loswal die allemaal gaan zwaaien nu naar u. Ja, kinderen, we gaan even zwaaien naar Sinterklaas, hè? Ja. Wat ontzettend. Ja, en de ouderen mogen ook wel zwaaien, eigenlijk wel. Toch wisten wij in het geheim Sinterklaas voor de camera te krijgen. Kijk naar een reportage van camera Piet Loe. Dag Sinterklaas en dag Jeronimo. Van harte welkom in deze bijzondere kamer hier in Graven. We hebben de kinderen niet verteld dat u hier in Graven bent gekomen. Want ze mogen dat niet weten, want u weet natuurlijk, wij hebben corona in Nederland. Dat is natuurlijk ook in Spanje zo. Ja. Dus daarom moeten wij allemaal dingetjes doen zonder dat er heel veel mensen bij zijn. Ja. En daarom in deze speciale plek. Welkom in Nederland. En ik hoop dat u straks ook weer gezond Nederland kunt verlaten. Dat is zeker de bedoeling, meneer de burgemeester. Dank u wel voor dit mooie welkom. Want ja, wij willen eigenlijk toch gewoon naar Graven komen en zoveel mogelijk cadeautjes gaan brengen naar alle kinderen. Nee, maar heeft u de kinderen op de loswal niet gemist? Ja, het is heel erg. Is wel jammer, hè? Een heel vervelend iets dat je zo op een achterkamertje, ja, met de burgemeester de afspraak moet maken, terwijl je normaal een hele loswal vol hebt met wel duizenden kinderen, Jeronimo. En die staan allemaal te zwingen, zingen Sinterklaas, ja, en te zwaaien. Ja, met meneer Max en de knoverborreltje zijn er altijd bij, kloveniers, ja. Ja, die vergeet u niet natuurlijk. Nee, die vergeet ik niet, want dat is lekker om warm te worden. De Graafse borrel, ja, willen we niet missen. En dan de muziek erbij. En hoe heette de zeeverkenners? Nee, de scouting. Scouting. Dat, ja, de scouting is er ook altijd bij. Die doen dan altijd helpen dat het allemaal heel erg goed gaat. Hè? En dan doen ze een mooie optocht door dat mooie stadje Graven maken. En de poffertjes Sinterklaas op de markt. Op de markt poffertjes. Kermis. Dat vinden de pieten allemaal zo die lekker. Die zijn zo lekker. Ja, maar die kennen ze niet in Spanje natuurlijk. Nee. Ja, in Spanje ken je alleen paella en pepernotenpasta. En, ja. Ja, maar geen poffertjes. Nee, geen poffertjes. Geen poffertjes. Kennen we niet. Alleen maar een Graven. Ja, en dat is gewoon heel erg fijn. Maar dat wordt wel gemist, meneer de burgemeester. Ja. En zoals ik dat mis, missen de kinderen mij ook, denk ik. Ik weet het wel zeker, Sinterklaas. Ik weet het zeker dat ze u missen. En wat kunnen wij nu gaan doen om toch die kinderen een heel mooi Sinterklaasfeest te geven? Heeft u daarover nagedacht? Ik wel. Jeronimo? Ik heb nagedacht dit keer Sinterklaas. Heel goed, laat eens horen. Ik heb geregeld, Sinterklaas, dat er een groot transport is van cadeaus naar alle ondernemers in Graven. Heel dat is één. Dus daar zijn voldoende cadeaus bij de ondernemers in Graven. Dan hoeven de mensen niet met de trein, met de bus, met de auto naar andere steden, gewoon in Graven komen. En dan moeten de kinderen allemaal naar de winkels in Graven komen? Ja, want daar hebben de ouders en de kindjes, die hebben daar hun verlanglijstje neergelegd. Oh, het verlanglijstje. Maar dat kan toch gewoon in de brievenbus van het Sinterklaashuis gelegd worden? Dat is ook een goed idee, Sinterklaas. Ja, als ze dat nou in de brievenbus van het Sinterklaashuis doen, ja, dan denk ik dat kan ook, dat we heel goed kunnen inschatten wat de kinderen willen. Ja. En dan verder, hoe komt het dan bij die
kinderen thuis. Ja, daar hebben we onze Pieter voor Sinterklaas. Ja? Ja. Heeft die Pieter meegenomen? Ja, maar heel weinig eigenlijk. Ja, die moet extra hard werken, Sinterklaas. Ja. Pas op de lolly. Hebben we in Nederland niet wat hulppieten die we kunnen gebruiken, ja, Jeroen? Daar hebben we ook de mutsen voor meegenomen, Sinterklaas. Oh, kijk, heel extra goed. Pietse mutsen. Ja. Groot, dit is dan een klein formaat, die past mij niet, maar... Nee. We hebben kleine pietjes. Ja. Oh, en grotere pieten. En anders kan ik wel helpen. Ik weet wel een paar mensen, die kan ik wel bellen. Ja? Ja. Oh, nou, dat zou ik ook heel mooi zijn, meneer de burgemeester. Dan zullen wij wel de nummers uitwisselen. Ja, dat is goed. Om te bellen. Ja, de burgemeester. Ja, dat is heel goed. Als we dan wat hulppieten hebben, ja, die dan kunnen zorgen dat de cadeautjes bij de huizen komen, of bij de opa's en oma's, of bij de kinderen thuis, dan zou dat heel mooi zijn. Ja, Sinterklaas, want die graven helpen iedereen. Er mogen niet te veel mensen bij elkaar staan, hè? Nee, nee, want dat mag niet, nee. Van het corona. Anderhalve meter, net zoals wij, anderhalve zo. Anderhalve meter. Anderhalve meter. Ja. De burgemeester, die zit op 2 meter, maar... Ja. Oké. Okay. En zijn we dan niet vergeten, Sinterklaas, want alleen maar cadeaus... Ja. Wij hebben toch ook snoepjes, pepernoten... Nee, dit is een schuimpje, Sinterklaas. Oh, is dat een schuimpje? Ja. Ja. Uit 1880. Die zijn nog zo lekker. Heerlijk. Maar die pepernoten, die liggen natuurlijk bij de winkels ook. Ja. Nou, die moeten we ook zorgen dat ze voldoende zijn. Bij de Albert Heijn, bij de Jumbo en bij Netorama. Oh, bij al die winkels al die de winkels. Pepernoten naartoe brengen? Ja. En bij de andere winkels? Jeronimo, wat een ontzettend goed plan, jongen. Ja, maar Jeroen is echt slim. Ik ben het is maar goed. Zo trots op jou, hè? Ja, het is goed dat u meegenomen heeft. Ja, ja. Altijd, hè, meneer de burgemeester. Zonder Jeronimo in Graven, geen Sinterklaas, hè? Nee, 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 nee. Nee. Maar weten we dan genoeg over hoe we het gaan doen? Nou, hebben we want we gaan een doos gehad, een strooigoed gehad. Sinterklaashuis. Sinterklaashuis. Verlanglijstjes heb ik gehad. Nou, hoe zit het dan met de scholen? De school, krijgen die ook wat? Ja, natuurlijk. Ja, alle scholen af. Ja, maar... En alle kinderdagverblijven en alle buitenschoolse opvang komen we vaak. Maar hoe gaan we dat dan doen? Nou, laten we daar net zoals nu ook een filmpje van maken, Sinterklaas. Oh. Voor al die kinderen. Nou. En misschien kunnen we er ook wel een cadeautje naartoe brengen. Wat vindt u daarvan, meneer de burgemeester? Ik vind het wederom een briljant idee. Briljant, schouderklopje. Ja, ik ben heel trots en ik ben heel blij dat hij erbij is. En ik denk dat we dan ongeveer wel alles gehad hebben, Jeronimo. Ja, ik denk het wel. Alles en iedereen weet nu dat Sinterklaas in Graven is en dat de cadeautjes blijven komen. En samen met de burgemeester en Jeronimo en een paar hulppieten gaan wij zorgen dat alle cadeautjes bij alle kinderen terechtkomen. Ja, want een jaar zonder Sinterklaas en Pieter, dat is toch geen... Nee, dat 5 kan december, niet, hè? Dat kan niet, hè? Nee, dat absoluut kan niet, hè? Nee. Dus we blijven altijd Sinterklaas vieren. En Piet. Sinterklaas blijven vieren en het feest voor de kinderen altijd door blijven gaan, naar meneer de burgemeester. Absoluut. Absoluut. Heel en daar werken wij graag aan mee. Dan gaan wij daar op deze manier voor zorgen. Afgesproken. Moeten wij verder om vast naar wat mensen toe te gaan om wat dingetjes te regelen? Of doe jij dat met de burgemeester allemaal regelen? Ik heb het telefoonnummer inmiddels van de burgemeester, dus wij regelen dat ze dat. Jullie regelen dat? Ja. Ja. Helemaal goed. Dan denk ik dat we nu verder kunnen. En dat ik nog even kan gaan kijken of dat ik ook in Amsterdam en in Leeuwarden en in Maastricht heet dat Den Bosch, ik. En Den Bosch. En Den Bosch en Eindhoven moeten we nog naartoe. En naar Nijmegen moeten we nog. Nijmegen. Dus Nijmegen. Nijmegen. Ja. En daar moeten we overal naartoe. Dus wij gaan weer dadelijk verder, meneer de burgemeester. Ik vond het fijn dat we even bij u mochten komen. Ja, een mooie kamer Sinterklaas. Ja, hele mooie kamer. Hele mooie. En ook gezellig. Ja. En dit zijn de Graafse kleuren, wist je dat Sinterklaas? De Graafse kleuren. De Graafse kleuren, rood en geel. Rood en geel. Ja. Het zijn ook de Spaanse kleuren. Ja, dat is een beetje uw mijter ook, is ook een beetje rood en geel. Ja, daarom voelt u zich ook altijd thuis hier in Graven. Ja.
U haalt me de woorden uit de mond, meneer de burgemeester. Niks mooier als rood en goudgeel. Ja. Maar geel mag ook. Oké, okay, heel goed. Daar doen we het voor. Ja. Tot ziens. Dag allemaal.